Ja, voor de liefhebbers van het repertoire van de klimaatkneuzen, ja, is het weer genieten geblazen. Ja, het is weer. Ze worden ook met de week worden ze geestiger en lolliger. Ja, ze zijn bijna rijp voor een cabaretprijs, die gasten. Ja, er zijn tekstschrijvers nu wekenlang zitten die zich uit te putten om iets lolligs te verzinnen. En zij, ze schudden het zo, hup. Uit het klimaatmoutje. Ja, die kneuzen zijn geweldig gewoon. Ja, heb je hem gelezen weer? Nu gaan ze dus een kort geding aanspannen tegen de Nederlandse staat. Want ze willen dat, ja let op hè, dat het waterkanon verdwijnt bij de Het waterkanon moet weg bij de A12. Ja, ja. Is hij goed? Ja, kijk, dit voldoet volkomen aan de wetten van de humor, ja. Hele andere invalshoek, eentje die je niet kan verzinnen gewoon. Ja, en dat soort dingen, is het leuk? De klimaatkneuzen, vrienden, ja, die vinden dat het waterkanon, daar krijgen ze het een beetje koud van. Het wordt een beetje fris op die A12, ja. En dat is ook de bedoeling. Top. En nog wat, ze krijgen blauwe plekken van die straal. Hey, en nogmaals, dat is de bedoeling. Oh, wat zijn ze goed, hè? Ik weet niet wat ze nou verwachten dan. We verwachten een lekkere, gemakkelijke stoel. Ja, kussentje in je rug. Daar op de A12. Ja, voetenbankje erbij. Ja, bijzettafeltje ook nog. Ja, een kopje koffie. Ja, ja, ja. De comfortabele klimaatkneuzen. Zo zit het met ze. Nou, vrienden, als de rechter dit gaat toewijzen. Als de rechter zegt dat er geen waterkanon mag worden ingezet. Nou, dan geef ik helemaal niks meer. Voor welke rechter dan ook.